En hier is Toon Tomaat en vandaag ga ik het met jullie hebben over het heelal en de planeten. Het heelal is de ruimte waarin zich sterrenstelsels bevinden. Eén sterrenstelsel kan wel miljarden sterren bevatten. Het sterrenstelsel waarin wij leven heet het Melkwegstelsel. In het Melkwegstelsel neemt onze eigen zonnestelsel maar een heel klein stipje in. Ons zonnestelsel bestaat uit de zon als middelpunt waar 9 planeten omheen draaien. De zon is een ster die licht en warmte geeft. Diep in de zon is het ontzettend heet. Wel zo'n 15 miljoen graden. En aan het oppervlakte is het een stukje minder heet. Daar is het maar 6000 graden. Hé, meneer Toon, dat is wel ontzettend heet. Als het 35 graden is, dan zwijg ik me al kapot, mannen. De 9 planeten die om de zon draaien zijn op volgorde tot de zon. Mercurius, Venus, de aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Ik ga hier om Mercurius heen en die staat zo dicht bij de zon dat het er erg warm en dor is. Overdag is de temperatuur 430 graden en 's nachts 180 graden onder nul. Dan gaan we door naar Venus. Venus is net zo groot als de aarde. De planeet is genoemd naar Venus, de Romeinse godin van de liefde. Venus wordt ook wel de avondster of de morgenster genoemd. De aarde. Onze eigen planeet. De aarde is voor de enorm belangrijk en vanaf de zon gezien de derde planeet. Het aardoppervlak is voor 71% bedekt met zeeën en oceanen. Als je één keer rondom de aarde zou lopen, dan moet je 40.000 kilometer afleggen. Wow, dat is sweet. Dat is minstens 4 jaar lopen voordat ze één keer rond bent geweest, man. Zwijg, Jippe. Deze planeet is genoemd naar Mars, de Romeinse oorlogsgod, omdat hij een bloedrode kleur heeft. Mars is vanaf de zon geteld de 4e planeet. Meneer Toon, leven er ook Marsmenkes op Mars? Jippe, dat is allemaal onzin. Ik ga verder met Jupiter. Onder de 9 planeten is Jupiter absoluut de grootste. Jupiter is de 5e planeet vanaf de zon gezien. En die voornamelijk uit gassen bestaat. Hij is 11 keer zo groot als de aarde. Saturnus. Saturnus is bekend om zijn schitterende ringen. Saturnus is vanaf de zon gezien de 6e planeet. En ook een gasreus. De ringen om Saturnus bestaan uit ijs en stofdeeltjes. Uranus kan vanaf de aarde slechts vaag gezien worden omdat die lijkt op een blauwe wolk. Uranus is een ijsreus en de 7e planeet van ons zonnestelsel, Neptunus. Neptunus is vanaf de zon gezien de 8e planeet en het verst van de zon verwijderd. De planeet is vernoemd naar de Romeinse god van de zee, Pluto. Pluto is een dwergplaneet en eigenlijk geen echte planeet. Pluto is een ijsbol die kleiner is als onze maan en oorspronkelijk door het leven ging als de 9e en kleinste planeet. Een dwergplaneet? Wat staat nou weer? Leven er op Pluto ook dwergen of kaboutertjes? Nee, Juppe. Dat is allemaal onzin. Er zijn geen dwergen. De maan. Tja, de maan die draait rondom de aarde. Apollo 11 was de eerste succesvolle vlucht naar de maan. Kometen en kometen. Kometen zijn kleine hemellichamen die bestaan uit stof en ijs en gas. Ja, als ze door de ruimte zweven en ze komen in de damkring, dan zien we daar vallende sterren. Zo'n vallende ster bestaat uit een lichtspoor. Ja, en door zijn enorme snelheid verbrandt dat voordat hij op de aarde terechtkomt. Ja, dat is allemaal leuk en aardig en erg interessant, meneertje Toon. Maar volgens mij klopt er niks van, hè. Jippe, jippe, jippe. Tot zover deze les over het heelal en de planeten.